Vier jaar lang, sinds zijn wat mislukte optreden in Beijing, heeft hij zijn focus gelegd op Londen. Daar zou het dan moeten gebeuren. Vier jaar lang de lat van zijn ambitie hooggelegd. Vier jaar lang een rotsvaste droom in zich ontwikkeld. In Londen haal ik goud. En het lukte hem, Epke Zonderland. En het lukte hem met, iedereen weet dat inmiddels, de Kasina-Kovacs-Kolman-combinatie. Een driedelige, bewegende turnelement. En ik dacht toen ik daar van de zomer naar keek, met ontroering, trots op dat één zo'n jongen met zijn team zo'n focus in vier jaar lang heeft kunnen ontwikkelen, van hoe zouden wij nu, aan de vooravond van majeure decentralisatie, met een majeure ambitie om taken en verantwoordelijkheden uit te voeren in de leefwereld van mensen, waar mensen het verschil kunnen voelen tussen zich kunnen ontwikkelen, zich staande kunnen houden in de samenleving, kunnen worden wie ze willen en wie ze kunnen zijn, of verder achterop raken. Zouden wij als gemeente, inmiddels 408 gemeenten, zouden wij, net zoals Epke Zonderland of Hanomi Kromowidjojo of het hockeyteam, wie je ook noemt, zodanig in vier jaar tijd een droom kunnen vasthouden, de ambitie, de lat hoog kunnen leggen, zowel bestuurlijk als professioneel ambtelijk, om te zorgen dat wij in 2018, want dan is het einde van de komende collegeperiode, de beste dienstverleners van het land worden. Wij, 408 gemeenten. Ieder op zijn of haar eigen wijze, maar wel onderscheidend. Maar wel alles opzij zettend om datgene wat we aan taken en verantwoordelijkheden naar ons toe krijgen, om dat op een excellente manier te doen. Zouden wij dat kunnen? Zouden wij ook die topsport en die topsporter na kunnen doen? Dat het ons lukt. Dat wij geen goud voor onszelf halen, maar dat wij goud zijn voor de lokale samenleving. En opgeteld voor die samenleving van 16 miljoen. En het mooie is, al die sporters die afgelopen zomer in Londen hebben geëxceleerd, die zijn nu alweer bezig met Rio de Janeiro over vier jaar. En dat 2016 is dichterbij dan 2018. Wat is onze droom? Wat is onze droom bij die extra taken die we krijgen? Hoe ervaren wij die extra taken? Hoe gaan we die in ons opnemen? Hoe gaan we dat omzetten in dienstverlening? Weten wij welke mensen straks extra naar ons toekomen? Naar het klantcontactcentrum, naar het loket, naar het stadhuis, het gemeentehuis, centraal, decentraal, in een gemeente met of zonder gemeentehuis, want ook die ontwikkelingen zie je. Kennen wij de mensen? Weten wij wat ze nodig hebben? Zijn wij in staat om onze ambities en onze dromen zo te focussen dat die vragen of zorgen of problemen waar mensen mee naar ons toe komen, dat dat het uitgangspunt is van ons handelen? Zijn we in staat om daarvoor alles uit de kast te halen? 2012 was een bijzonder jaar. Een jaar van kabinet Rutte 1 en een jaar van een kabinet Rutte 2. Van totaal verschillende samenstelling, maar met één rode lijn. De Rijksoverheid vindt dat gemeenten steeds belangrijkere elementen van de verzorgingsstaat beter kunnen uitvoeren dan de Rijksoverheid, al dan niet zelf, dan wel via ZBO's of via opdrachten aan de provincies. Dus dat gaat in ieder geval door. En het is aan de VNG om scherp te onderhandelen met de verschillende departementen om te zorgen dat het onder betere voorwaarden gebeurt dan onder Rutte 1. 2012 was natuurlijk ook het jaar van de evaluatie van King. Ik moet daar natuurlijk even aandacht aan schenken. Want de VNG had in het congres in 2009 het initiatief genomen om een kwaliteitsinstituut voor Nederlandse gemeenten op te richten. Een instituut
dat gemeenten zou bijstaan, ondersteunen, stimuleren, faciliteren om hun dienstverlening veel beter dan ze al deden te kunnen gaan ontwikkelen. En ze hadden ook beloofd, we gaan na 3 jaar evalueren of we met dat kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeente doorgaan, of we het op dezelfde manier voortzetten, en of de financiering uit het gemeentefonds voor onbepaalde tijd gaat plaatsvinden, of dat we het voor bepaalde tijd doen. En wij waren met z'n allen van King natuurlijk apetrots toen dat voorjaarscongres van de VNG op het Malieveld, ook nog een jubileumcongres van de VNG, bestond immers 100 jaar vorig jaar, met een wel haast ondenkbare uitslag van 98,7% zei van King is geslaagd, King gaat door en King wordt voor onbepaalde tijd gefinancierd uit het gemeentefonds. We waren apetrots. We waren vooral apetrots dat het ons in 3 jaar tijd gelukt is om draagvlak bij de gemeente te krijgen. En we vinden het ook heel erg goed dat de governance structuur van King veranderd is. Wij zijn nu coöperatie binnen de VNG-diensten. En het grote voordeel daarvan is dat de algemene ledenvergadering van de VNG, de ALV, het hoogste orgaan van King wordt. Met andere woorden, we krijgen formeel onze opdracht van 408 gemeenten en we leggen formeel verantwoording af of datgene wat ons gevraagd is te doen, of dat ook gedaan is en of u ook tevreden bent. Want wij zijn van jullie. En dat gevoel bij jullie kan alleen maar waargemaakt worden als wij ook doen wat jullie nodig hebben. Dus vandaag gaat het ook heel veel, ook in de workshops en de masterclasses, over welke urgenties waar lopen gemeenten tegenaan. Is het aanbod dat King heeft ontwikkeld, wat een generiek aanbod is dat voldoende of kan het meer zijn? En ook wij hebben een droom. Wij hebben ook een droom en een ambitie om in 2018 van beslissende betekenis geweest te zijn voor jullie. Wij willen echt belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de efficiëntie van de gemeente. Met voorstellen gekomen zijn om de bedrijfsvoering van de gemeente kwalitatief hoogwaardiger te maken, op een grotere schaal te beleggen, zodat het misschien ook veiliger is, goedkoper kan, waardoor we aan de voorzijde van de processen veel beter en veel meer meters kunnen maken, ondanks het feit dat de budgetten voor de gemeente slinken. Wij willen van beslissende betekenis geweest zijn aan het succesvol participeren van gemeenten in die netwerksamenleving. We hebben misschien wel de regie op tal van onderwerpen en hoe we dat kunnen doen, daar heeft u Bas Haring al over gehoord, maar Peter de Baan zal daar zo meteen nog veel meer over zeggen. Wat is dat dan, die regie? Kunnen wij uitgaan van een vitale samenleving die heel veel eigen kracht heeft, die heel veel initiatiefrijke burgers kent, die heel veel taken, waarvan we tot nu toe zeiden van dat is van de overheid, eigenlijk overnemen van de overheid, die aangesproken kunnen worden op die eigen verantwoordelijkheid, die zelfredzaam zijn, al dan niet in sociale verbanden, in initiatieven in buurten, in initiatieven in het verenigingsleven, in initiatieven in de zorg, in mantelzorg, wat dan ook, kunnen wij een beroep doen op die vitale samenleving. En wat betekent dat dan voor onze rol? Wat betekent dat dan met betrekking tot de kunst van het verleiden, die mensen, die kracht uit de samenleving mobiliseren en tegelijkertijd loslaten, de ruimte geven aan burgers, de ruimte geven aan maatschappelijke partners, de ruimte geven aan professionals. Die decentralisatie is bij uitstek ook de uitdaging om de kracht van uitvoering weer eens midden in die samenleving neer te zetten. Om zeg maar uitvoerders emancipatie na te streven. Dat er voordat er in Den Haag wetten worden gemaakt en afgetimmerd worden in Tweede en Eerste Kamer, dat er goed gekeken is van wat hebben de uitvoerders, onze professionals, die dag in dag uit in de leefwereld van mensen van beslissende betekenis willen zijn, wat hebben die nodig? Wat voor ervaring hebben zij? En kunnen we van die ervaringen leren om betere wetten te maken die beter uitvoerbaar zijn, beter handhaafbaar zijn? Dat is een uitdaging die bij ons, de lokale overheid, ligt. Hoe kan King bijdragen aan het succesvol participeren van gemeenten, het lokale bestuur en de lokale uitvoerders in die netwerksamenleving? En we willen in 2018 van beslissende betekenis geweest zijn om met de bestuurders na te denken over welke nodige, vernieuwende bestuurlijke praktijken daarop afgestemd kunnen worden. Kortom, die decentralisaties is voor de lokale overheid zijn die een enorme uitdaging. Maar kunnen we die uitdaging ook omzetten in ambities, in dromen, dat wij
beslissend anders gaan werken. Beter gaan werken. Waardoor mensen in het land ook weer het gevoel hebben, die overheid is van ons allemaal samen. Want dat is in een democratie zo. De overheid is van ons allemaal samen. En dat gevoel bij mensen neemt toe naarmate mensen het gevoel hebben dat wanneer ze met hun vraag, hun droom, hun ambitie, hun zorgen aankloppen bij de gemeente, dat dat het uitgangspunt is van ons handelen. En wat wij als King daarin willen bijdragen is zoveel mogelijk jullie ons zorgen op gebieden waar je nou je hoofd over breekt. Je hele informatiehuishouding, je hele ICT, dat moet veilig, dat kan efficiënter. Dat hoeft niet op 408 plekken iedere keer weer opnieuw uitgevonden te worden. Dat kan eigenlijk op de schaalgrootte van 408 gemeenten. We hebben daar samen met GovUnited en Dimpact en andere gemeenten, hebben we daar ook initiatieven in genomen. Daar gaan we mee verder. En het zou voor mij fantastisch zijn als we de droom in 2018 verwerkelijkt kunnen hebben dat er één ICT-gemeentehuis ontstaat. Veiliger, efficiënter en in samenspraak met de markt veel beter. Waardoor wij onze energie veel meer kunnen stoppen aan de voorkant van het proces, daar waar mensen een beroep op ons doen. Want uiteindelijk gaat het daarom dat we de taal van gemeenschappen van mensen, van de bedrijven in onze samenleving, van de professionele organisaties, de scholen, de zorginstellingen, de welzijnsinstellingen, noem ze maar op, dat we die taal verstaan. Want dat maakt elke gemeente uniek in zijn identiteit. Dat we op eigen wijze de taal verstaan van onze samenlevingen. En dat we weten hoe we daar de dienstverlening op moeten richten. De uniciteit zit hem niet in dat wij op onze eigen verstandige wijze onze eigen softwarepakketten hebben gekocht. Dat kan op een andere schaal. Wij willen als King de ambitie hoog zetten om jullie daar excellent in te ondersteunen, in bij te staan, in te ontzorgen, zo je noemt. Zodat de droom die topsporters vast kunnen houden voor 4 jaar, dat wij die droom kunnen verwerkelijken in 2018 en kunnen zeggen, wij zijn de beste dienstverleners van Nederland met ons 408. En dat is goud waard voor de samenleving. Ik wens jullie een inspirerend congres vandaag. Prof, blijf even staan. Nee, je moet even blijven staan. Ik heb een aantal vragen naar aanleiding van je verhaal. En wat ik het meest spannende vind is het volgende. Je hebt het eigenlijk stiekem over de achterkant van de gemeente. Dat is waar jullie mee bezig zijn, volgens mij, wat ik ervan begrijp. De achterkant, allemaal administratieve IT-processen en dergelijke. Maar je zegt in hetzelfde verhaal ook dat het gaat om de voorzijde van de gemeente. Is dat niet frustrerend? Is het niet frustrerend om je met die achterkant bezig te houden, terwijl je stiekem weet dat het om de voorkant gaat? Of is het een rotvraag? Nee, je kunt geen rotvragen stellen, je kunt alleen maar antwoorden krijgen, hebben mijn professoren me altijd verteld. Kijk, als je de achterzijde beter weet te organiseren, en daar willen wij als King heel erg graag bij behulpzaam zijn, dat doen we ook met programma's als NUP en weet ik wat allemaal, dan heb je de energie vrij om juist aan de voorzijde van het proces, het traject van je mensen kennen, weten wat ze nodig hebben, om daar veel meer tijd en energie ook in te steken. Om daar veel beter je oren naar te luisteren te leggen. Dus maar je dienstverlening aan die kant. Wat? Jij merkt dat niet. Jawel, dat merk ik. Kijk, wij zijn ook burger van ons land. En ik zeg ook bij King altijd, wij moeten ons ook zelf realiseren. Als wij met allerlei plannen komen, waarvan we het vermoeden hebben dat gemeenten daarmee vooruit kunnen, dan wel waarvan we weten dat gemeenten het aan ons gevraagd hebben. Wij zijn zelf ook burger. Dus met andere woorden, en dat is volgens mij iets wat wij allemaal in deze zaal dag in dag uit ons moeten realiseren. Hoe wil ik het hebben als ik aanklop bij de gemeente? Wat wil ik dan eigenlijk dat er met mij gebeurt? En dat noem ik het inburgeren van de professionals van de gemeente, de bestuurders en ook de politici. Ik zeg dat ook vaker in de Eerste Kamer wel eens als er een wetsvoorstel langskomt van snappen wij met z'n 75 nu wat er van ons verlangd wordt, want er wordt wat gevraagd aan burgers, maar wij zijn ook burgers. Dus het is ook een inburgeringsproces van Den Haag, het is een inburgeringsproces van elke ambtelijke organisatie, het is een inburgeringsproces van elke gemeenteraad en van elk college van BMW.
Okay. En dat is een voorwaarde om je werk excellent te kunnen doen. Yep. En aan de achterzijde zijn we die hele administratieve verwerking, die hele informatiekundige huishouding die er is, dat kunnen we veel slimmer organiseren door samen te werken. Oké, okay, en je vindt het dus niet frustrerend om je daarop te richten, omdat je weet het gaat om dat andere en ja. Daar heb ik ook profijt van via een omweg en bovendien is het fijn om die taak te vervullen. Nou ja, het zou frustrerend zijn als die achterzijde goed georganiseerd is. Als dan aan de voorzijde de ambtelijke organisaties, mensen in de stad, blijven benaderen vanuit hun systemen van wet en regelgeving. En niet vanuit de vraag van mensen. Ik heb nog een vraag. Ja? Ik heb het even opgeschreven. Je hebt het op een gegeven moment over uitvoerders-emancipatie. Ja. En ik vond het een mooie kreet, maar ik wil wel even uitleggen. Wat is uitvoerders-emancipatie? Wat bedoel je daarmee? En waarom is dat noodzakelijk? Ik praat heel veel met mensen die dag in dag uit voor de klas staan. Ik heb het nu zelf in september 3 weken verblijvend in het ziekenhuis ervaren. Verplegenden met handjes aan het bed. Jeugdwerkers, buurt- en clubhuiswerkers, maatschappelijk werkers die bij mensen thuiskomen, die in de leefwereld van mensen beslissende dingen doen. Die hoor je heel vaak de klacht zeggen van, er wordt weer wat bij ons over de schutting gegooid. En dat is niet uitvoerbaar. En we proberen daar weer een beetje iets eigens van te maken. En ik vind dat we met z'n allen ook staan voor de emancipatie van de uitvoering. Zet die weer eens in het hart van de samenleving. Dat heeft vele voordelen. Maar dat is ook een appel aan jonge mensen om te kiezen voor het werk in opdracht van de overheid, dan wel in dienst van de overheid, noodzakelijker dan ooit. En zeker met het oog op de decentralisatie is het heel belangrijk om te luisteren, wat hebben die professionals in de jeugdzorg nodig om inderdaad veel eerder en veel beter interventies te plegen naar jongeren die dreigen te ontsporen. Oké, dankjewel, Tof. Graag gedaan. Nog even klappen.